Ja, en dat is op zich knap, want de heren van Big Blind zijn hier in Groesbeek aangeschoven bij Bluesmoose. En ja, als je op een valse gitaar nog iets verzoenends kunt spelen, dan kun je in ieder geval spelen. Een goedenavond, heren. Jullie staan op het punt van het uitbrengen van de tweede cd. Laten we eerst maar eens beginnen met hoe die heet en ja, wie dat nou weer verzonnen heeft. Ja, de cd die heet Circus Left Town. En wat vroeg je nou, wie dat verzonnen heeft? Ja, het is naar een nummer wat erop staat ook. En wie dat verzonnen heeft, dan moet ik je even doorverwijzen naar deze heren, denk ik. Deze twee heren geweest. Ja, Wes heeft een voorzetje gegeven en ik heb een goal gescoord wat betreft de tekst van het nummer. Dus. Is dat ook de manier waarop jullie de nummers schrijven? Hoe komen die tot stand? Laten we daar eens over beginnen. Begint het met een riff? Begint het met een tekst? Of begint het met heel veel bier in een repetitieruimte? Mix van alles wat je net gezegd hebt. Serieus. De ene keer beginnen met een gitaarlik of met een mondharmonica lik en de andere keer is er weer een stuk tekst waar je dan op gaat schrijven en zo. Dat verschilt. Het is niet één structuur of één ding. Wie schrijft de teksten? Is het een vaste persoon bij jullie? Of? We schrijven allemaal wel, maar Dirk schrijft toch wel de meeste teksten, moet ik zeggen. En die maakt ook de meeste ideeën helemaal af. En voor de rest, ja. Doen Wes en ik wel eens een poging en Niels die heeft op de nieuwe cd ook een hele tekst geschreven. Dus, zo waar. Dus ja. En waar gaan we zo? Korte vraag. Ja, waar gaat de blues over? Over drank en vrouwen en pech in het leven, maar er toch nog het beste van maken? Freakshow. Circus. Is het een. We hebben hem nog niet gehoord op het moment dat we dit opnemen. Is het een conceptalbum? Zijn alle nummers ongeveer een bepaald thema? Niet alle nummers, maar er zit wel een beetje een rode draad in de cd. En waarom heb je dat gedaan? Gedaan? Niet bewust. Er was één nummer, de Circus Left Town, waar we. Wat echt een circus thema was. En we hebben nog een nummer daarop geschreven. Dit wordt jullie tweede cd en nou, als er één band is in de afgelopen jaren die in Nederland ontzettend hard gegroeid is, maar ook veel gevraagd is op festivals en snel groot is geworden, zijn jullie het wel. En dan komt de onvermijdelijke tweede cd en dan wordt het inderdaad de Rob of de Ronder. Maar wat is jullie eigen gevoel bij deze cd? Wat heeft de doorslag gegeven? Hebben jullie nummers gemaakt waarvan je denkt dat het publiek het wil horen? Of de nummers gemaakt waarvan jullie willen dat ze opgenomen werden? Nou, eigenlijk wel weer heel erg geschreven. Als eigen gevoel heb ik het idee. Iets waar we zelf gewoon heel erg tevreden mee zijn. Niet gaan denken van wat wil iedereen horen. Dus dat is ook maar weer de vraag dan of het goed ontvangen wordt of niet. Maar ik mag denk wel zeggen, voor ons allemaal spreken, dat we heel tevreden zijn over ons nieuwe album, toch? En we waren koud 8 maanden samen na het opnemen van de eerste cd. En nu 60, 70 keer gespeeld. En dan ben je veel, je kent elkaar muzikaal en persoonlijk. En dat is tot stand gekomen met de tweede plaat, denk ik. Volwassener is een veel gebruikt woord, maar dat is het sowieso. Yeah.
fout heb, maar volgens mij is het op het Cool Bus label. En producer is een van de jongens van 1099. Heeft dat invloed gehad? Heeft hij jullie nog iets kunnen leren in de studio dat je zegt van nou, daar worden de nummers echt beter van? Ja, het is gewoon heel handig om iemand erbij te hebben die die knopen doorhakt en dat we zelf niet opnemen, terugluisteren en dan alle meningen moeten ventileren. Wat vindt iedereen ervan? De man die steekt gewoon zijn duim omhoog of die trekt een heel zuur gezicht en dan weten we wel of het goed zit, ja of nee. En dat is gewoon heel prettig om te werken. Kijk, natuurlijk heb je allemaal nog steeds wel je eigen mening die je mag ventileren. Maar op een gegeven moment, ja, zeker als je kijkt naar de tijd die je in zo'n studio kwijt bent, dan moet je toch knopen door, inderdaad, wat Dirk al zegt, doorhakken. En dat is wel fijn dat als je iemand hebt die de rode draad een beetje in de gaten houdt en die het totale concept van zo'n plaat een beetje in zijn hoofd heeft zitten. Dus die weet toch een beetje welke kant hij op moet gaan denken, zeg maar. Dus dat werkt heel erg goed. En hoe is zijn naam? Misha Den Haring. Heel belangrijk. Little girl. Die tweede steen wordt dadelijk ten doop gehouden en dan is het weer terug in het circuit. En dan kunnen jullie weer spelen, dan kunnen jullie eigenlijk weer op. Je bent meestal zo goed als het laatste concert. Hebben jullie daar zin in? Of is het echt zo van, nee, laat die cd nou eens even het levenslicht zien? Nou, ik heb er wel zin in, ja. Ik denk dat ik dan wel van ons vieren mag spreken als ik dat zeg. Dus ja, de zomer komt er weer aan. Dus ja, mensen, kom allemaal lekker kijken. Kom genieten. En wij gaan er wel voor. Hear ye, hear ye. Nou ja, dat wordt helemaal te gek. Tenminste, laten we hopen dat die plaat goed aanslaat. En dan, wij hebben het sowieso naar ons zin dan van de zomer als we kunnen gaan spelen. En we gaan hem ook draaien, zo gauw we hem binnenkrijgen en we zijn er niet benieuwd naar. Is er wel één lievelingsnummer wat er uitgesprongen is? Misschien omdat het bloed, zweet en tranen gekost heeft voordat hij klaar was? Of je zegt van daar heb ik iets meer mee? Ik zie jou wel knikken. Ja, persoonlijk heb ik meer met het laatste nummer van de cd. Die heet Just For You. Dirk heb hem geschreven, maar ik wou dat ik hem geschreven had, zeg maar. Ja, dat, wat je zegt, dat kost bloed, zweet en tranen. En het is gewoon een heel mooi slow blues geworden, akoestisch. Daar zijn we heel erg trots op. Wat is mijn... Is de cd überhaupt anders van opzet dan de eerste? Ik denk dat het wat breder is geworden. Sommige nummers zijn wat ruiger, maar er zitten ook wat hele ingetogen nummers bij. Dus ik denk dat het onze stijl is naar beide kanten een beetje gegroeid. Ja, dat sluit ik me volledig bij aan. Dat was een keer zo'n antwoord komen. Ja. Nou, we gaan het afronden. Ze gaan zo optreden. En ja, we pikken daar een paar nummertjes van mee. We gaan kijken hoe dat afloopt. En we zijn zelf in ieder geval persoonlijk bijzonder nieuwsgierig waar je ervan gebrouwen hebt. En met ons misschien wel meer mensen in Nederland. Big Blind, bedankt voor dit korte interview even. En ik zou zeggen, blazen dadelijk omver, jongens. Nou, graag gedaan. Dankjewel.